Weer of geen weer, de voertuigen van Volvo Trucks waren duidelijk in hun sas tijdens de Matexpo Demo Days. We hebben hier drie FMX-voertuigen. Eén FMX-electric, een onroad die hier achter mij staat. En dan twee offroad-voertuigen, een driasser en een vierasser. Dat onroad-voertuig is vooral tot aan de werf, laten we zeggen. Bouwmaterialen aanbrengen, puin afvoeren en dergelijke meer. En dan de twee andere voertuigen zijn echt werfvoertuigen, verhoogde grondspeling, etc. En die uitermate geschikt zijn om op de werf heen en weer materialen te brengen en af te voeren. Iets bijzonders op dit elektrisch voertuig is dat we het ook uitgerust hebben met een afstandsbediening, Volvo Exter, iets uniek in deze sector, dat ons toelaat van bijvoorbeeld voor een toepassing van rijplaten, dat de chauffeur, de operator van achterop zijn voertuig, het voertuig voor en achteruit laat rijden, laat sturen en dergelijke meer. Op al onze voertuigen bieden we nu ook camera monitoring systeem aan, camera's in plaats van buitenspiegels, en die passen ook perfect op off-road voertuigen. Omdat in moeilijke omstandigheden krijg je dan echt wel beter zicht, zoals in regenweer of in duistere omstandigheden met het nachtzicht. Een fantastische evolutie die de zichtbaarheid voor de chauffeur nog verder verhoogt.